It's your birthday, you have to do nothing, nothing. Hoi, zoals jullie misschien ondertussen hopelijk al wel weten, ben ik zondag jarig. Ik word zondag 19 jaar, 6 februari. Dat je er lekker uitspringt die avond, want je gaat hopelijk uit of in ieder geval iets drinken in de stad met je vriendinnen. En je bent jarig, dus je moet gewoon in het middelpunt van belangstelling staan. Kom op, het is maar één keer per jaar, dus leef je lekker uit. Nu ga ik laten zien hoe ik deze look heb gedaan. Felle lipstick, donkere oogschaduw en een bom van glitters. En natuurlijk maak de look af met de accessoires voor je verjaardag. Maar dat ga ik nu laten zien en ik wens jullie heel veel plezier met kijken. Ik begin deze video terwijl ik al make-up op heb. Dat is omdat ik eigenlijk ook een video had opgenomen over make-up voor overdag als je jarig bent, zoals je familie er is. Maar dat is helaas niet helemaal goed opgenomen. En nu laat ik dus zien hoe je die normale make-up toch naar party make-up kan omtoveren. Dus als je overdag gewoon naar school moet of overdag dus familie langskomt, dan laat ik je nu zien hoe je van die saaie neutrale make-up toch helemaal klaar kan zijn om eruit te springen. Als je s'avonds uitgaat en met vriendinnen wat gaat doen. Of als je een feestje hebt dan op je verjaardag. Dus ik wens je heel veel plezier. Die heb je waarschijnlijk al lang afgegeten met de taart en zo, whatever. Maar lipgloss is eraf. Dan, wat ik ga doen is, ik ga mijn ogen meer intensiteit geven. Want het ziet er nu natuurlijk niet echt heel interessant uit. En dat doe ik met deze crease kwast. Breng ik MAC Twinks aan in de arcadeboog. En het maakt het gewoon het geheel iets meer smoky en dat het iets meer opvalt. Zo. En die blenden we. Dus even vervagen, dat die mooi overloopt. Zo. En als je bijvoorbeeld nog de eyeliner niet zo hebt gehad, kun je die ook meer aanzetten. Maar ik laat het hierbij. Oké, nu ga ik iets doen. Iets heftigers. Ik ga hier glitters aanbrengen. Ik doe even mijn haar vast. Oké, ik ga hier glitters aanbrengen. Ik doe dat door eerst Bare Study de Pencils aan te brengen als basis. Dus die breng ik hier boven op mijn blush aan. Dan pak ik de Makeup Studio Glitter in Orion. En dat zijn hele mooie glitters. Die had ik ook in mijn kersttutorial gebruikt. Doedoe. En die ga ik aanbrengen op mijn jukbeenderen. Nou, het beste kun je een beetje een grote kwast pakken. Ik pak deze. En die daarin dippen. Maar je wilt natuurlijk niet dat het een streep wordt. Dus je moet het er een beetje losjes op aanbrengen. Het veegt ook een beetje naar beneden uit. Beetje jammer dat je het kijkt. Camera. Oh jongens, als ik een nieuwe camera heb, ben ik zo blij. Kijk, en dan. Glitter. Ik doe er nog foto's bij, dat jullie beter kunnen zien. Oké, breng het ook een beetje hier aan. Shimmer en echt gewoon grove, het zijn gewoon echt grove glitters. Dus dat vind ik echt heel gaaf. Dan doe ik de andere kant. Doe ik. Check it out. Zo, we hebben dat gedaan. Dan kun je altijd nog een beetje extra blush erbij aanbrengen als je het niet genoeg vindt. En gewoon dezelfde blush die ik in de middag of in de ochtend had gebruikt. Die doe je er dan ook weer bij aan. Natuurlijk niet eroverheen, maar een beetje eronder langs. En dan lipstick. Ik doe er een felle lipstick bij. Ik pak de Gosh Tropical Pink uit de zomercollectie, geloof ik. Nou, je kan gewoon elke roze lipgloss gebruiken die je wil. Maar dat ze er echt uitknallen. Zorg dat je lippen geen velletjes hebben. En breng die lipstick smooth aan.
And you're ready to party. And it's my birthday look. Kijk, die glitters. Roze lipstick. Zo, en ik ben klaar. Ga lekker feesten. Ik heb mijn kroontje op. En heb een hele fijne verjaardag. Ik ga sowieso echt een super fijne verjaardag hebben. En leef je lekker uit. Doe een keer gek. Het is je verjaardag. Alles mag, alles kan. En hoe oud je ook wordt. 16, 17, 18. In mijn geval 19. 20, misschien 30 of 40. Het maakt allemaal niks uit. Je verjaardag is je verjaardag. En het is gewoon je dag gewoon even lekker te laten gaan. Dus ik wens jullie, wanneer je ook jarig bent, een hele fijne verjaardag. En ik hoop dat jullie deze make-up look, make-up tutorial leuk vonden te zien. En bedankt voor het kijken. Doeg!